We hebben wat de kudde wat te klein. Dus hoe meer bekjes die gras kunnen vreten als het ware, hoe beter als het is. En dat is ook wat nu gaat gebeuren. We gaan zeg maar van 300 naar 400 doorgroeien en kijken dan opnieuw hoe het ervoor staat. Doordat er steeds meer gras op het dwingende veld komt, moet de schaapskudde in Ruinen uitbreiden, zodat de schapen de vergrassing tegen kunnen gaan. En de gloednieuwe schaapskooi wordt vandaag voor het eerst in gebruik genomen. Ja, dat geeft toch wel een apart gevoel. En ook, dat vond ik eigenlijk nog wel het meest bijzondere, als ze op zich in de nieuwe kooi zitten, de kooi dicht, dan zie je ook hoe ruimtelijk is, hè? Hoeveel ruimte de dieren ook hebben, hoeveel ventilatie er ook is voor de dieren. Dus het is voor de schapen een heel... Ja, zeg maar een hele gezonde leefomgeving. Het is lekker fris, ruimte zat, dus ja, hartstikke mooi. Ze zijn vannacht voor het eerst in de kooi geweest en nou, volgens mij beviel het ze goed. Deze schaapskooi uit 1949 werd te klein en zo werd een schaapskooi gebouwd die wel twee keer zo groot is. Die ruimte hebben we ook nodig om de kudde uit te breiden. En als we niet meer ruimte hebben, kunnen we ook niet meer schapen houden. De oude schaapskooi wordt gerenoveerd en in de toekomst gebruikt voor lammetjes. Ook wordt er hard gewerkt aan een uitkijktoren en een informatiecentrum voor de bezoekers. Als ze nu overdag bij de kooi komen, is er niks te zien. Hè? En om ze toch volop informatie mee te geven. Het informatiecentrum, de vergaderzaal en de uitkijktoren moeten volgend voorjaar allemaal klaar zijn.